Hoi, leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Zoals jullie misschien wel zien en ook horen, zit ik in een andere auto. Ja, ik heb deze leenauto van een lestant mogen lenen. Ik leen hem nu al ruim een week en dat vind ik echt super lief. Want daarmee ben ik echt uit de brand geholpen. En heb ik eigenlijk de afgelopen week helemaal geen lesklanten hoeven af te zeggen. En kon ik gewoon naar mijn werk en naar de paarden. Maar mijn eigen auto is dus kapot. En ik heb er nu al heel veel kosten aan gehad. En het is dus alsnog niet goed. En misschien kan die helemaal niet meer gemaakt worden. En ik ben er echt heel erg ziek van. Want, oh, hier blijf jij. Want ik ben natuurlijk gewoon super afhankelijk van mijn auto. En vooral ook omdat hij een trailer kan trekken. En dat kan deze nu niet. Maar goed, weet je, ik kan tenminste van A naar B, dus ik mag echt niet klagen. Ja, ik ben onderweg naar stal. Ik heb afgesproken met Madee. En die ga ik ophalen op bij het busstation. Ik ben daar om 24 en haar bus die komt ook om 24 aan. Ik bedoel 24 over 10, zeg maar. Dus 6 minuten voor half 11. En kijk. Gisterochtend werd ik wakker met... dit, ja jongens, echt heel erg goor om te zien, sorry. Het is dus een koortsblaar en dat heb ik dus wel vaker. Als ik een zwakke weerstand heb, dan krijg ik daar een hele vervelende plek. En dat doet ook best wel veel pijn. En ik kan het ook niet camoufleren met make-up, want dat blijft zeg maar toch niet zitten. En dan gaat het er eigenlijk alleen maar nog goorder uitzien. Dus ja, echt een perfect moment om te vloggen, maar niet heus. Ja, het scherm van mijn telefoon is ook kapot gegaan. Dus ja... Ik ga vandaag met Madee een challenge opnemen. En het heeft dus weer gesneeuwd. En ik was van plan om het in de paddock op te nemen in het zand. Maar dat kan nu dus niet. Dus we gaan hopen dat de binnenbak vrij is. En dat we het dan in de binnenbak kunnen opnemen. Ja, ik film zo meteen weer als Madee er is. Ik sta op Madee te wachten. En als het goed is, moet ze uit die bus komen. Ja, daar is ze dan. Ze zag me niet volgens mij. Omdat ik een andere auto heb natuurlijk. We zijn op stal met Madee. Het paardje gaat lekker erbij. En dit wordt ons, ons tekenveld. Ja. Want de binnenbak is bezet, maar we gaan het gewoon in de sneeuw doen. Zoals jullie weten heeft Snuitje een wond op haar linker achterbeen. En ik had hiervan een foto op mijn Facebookpagina gezet. En toen heeft iemand mij gebeld. Iemand die ik ken vanuit de Working Equitation. En ik kreeg dus aangeboden om een medische laserpen op te halen en deze een tijdje te lenen. Dus daar ben ik echt super dankbaar voor. Het is echt bijzonder dat er nog zulke lieve mensen op de wereld zijn die gewoon ja, zo'n product uitlenen. Ja. En wat zo'n laserpen nou doet is eigenlijk de celvernieuwing activeren. Het lichaam doet dat gewoon van nature al, zeg maar, dus celvernieuwing. En daarmee herstelt de wond. Maar met zo'n laserpen activeer je dat en gaat dat veel sneller. En kan je dus ook echt oude littekens behandelen en van alles en nog wat. Even stromen, de afhalen van de wei. Want we gaan het even in het weiland doen, want dan hoeft Snuitje niet naar stal. Kan ze gewoon lekker ontspannen in de wei blijven staan. Daar is het Snuitje. En daarin bewaar ik de laserpen in dat zakje. Heel mooi zakje. En wat echt een groot voordeel is van die laserpen, is dat het zeg maar contactloos is. Ik hoef Snuitje dus niet letterlijk aan te raken. En eerder was ik dingetjes aan het opsmeren bij haar, maar dat vond ze echt drama. Dat was echt niet te doen. En met die laserpen is ze gewoon heel erg rustig, dus ja, daar ben ik heel erg blij mee. Exmoor is het. Een Exmoor potje. Een pluisje hier zo. Leuk is die, ja? Zal ik jou meenemen? Ja, jij mag mee. Kan je je tas? Wel, zo ziet je aankomen. Oh, Snuit. Ah, maar jou wil ik ook wel meenemen hoor. Hi, poepie. Snuit ziet er echt op de allerschoonste uit. Wat is dat? Nou, ik ga een bitchie doen. Lief doen tegen de schattige pony. Ja. Oh, kijk het been van Snuit. Zo, lekker vies. Ah. Ja, je moet wel schoon zijn hè, voor de 19e. Voor een paar YouTubers live event. Ja. Ja, ik moet er een hele mooie bril bij op. Want zo'n laserpen kan dus echt je zicht aantasten. Maar Madee wordt echt gestalkt, hè? Hi. Het is nou vet licht buiten, dus je ziet het bijna niet. Maar hier zie je dus dat rode... Een beetje, hoor. Ja, een beetje. Een beetje. En die gaan we gewoon op de randen van de wond houden. Kijk, op het midden heeft geen zin, maar je moet de randjes pakken. En dan per plaats 20 seconden en dan bevordert dat gewoon de genezing van de wond. Jammer dat het eigenlijk niet donker is, want dan zie je echt helemaal dat alles rood is. Ik zit echt aan het boos te kijken. Daar is het paard hier achter. Oh. Dat is als ineens hoef in mijn gezicht. Dit is echt niet zo'n lekker fris punt om te filmen. Maar het gaat om de wond. We zijn onderweg naar Strootje. Ik heb natuurlijk al gezelschap. Want ik heb hier een bakje met slobber voor stro bij me. Het zonnetje begint lekker te schijnen, hè? Ja, het is echt fijn. Hoi Strootje! Wat zit je haarbeeld? Hallo. Dief? Kijk eens wat ik voor jou heb. Zo. Kijk, ondanks de sneeuw zoeken de paarden toch nog gewoon naar gras. Dat vind ik altijd zo grappig om te zien. Dan graven ze echt van die, ja... kuiltjes. Kuiltjes met hun... Nee, dat hield gaat het heen en weer. En daar is nog eentje gras aan het sprokkelen. En daar staat Strootje. Strootje is wel een beetje vies vandaag. Maar ja, hij geniet gewoon van het wilde leven hier. Bijna wilde leven. Er staat wel een hek omheen natuurlijk. Hi Stro! Ik moet eerlijk zeggen, ik heb echt al 2 weken niet meer met Strootje getraind. Ik laat hem gewoon lekker in de wei. En ik kon hem natuurlijk wel borstelen en af en toe wat eten brengen en zo. Maar we doen het even rustig aan. Hi jongen! Hi puppy! Kom je even bij Madee kijken? Ja! Oh. Hier, vies uit neus, hè? Nou. Eigenlijk had hij met jullie eerste ontmoeting wel wat schoner mogen zijn. Yes. Maar ja. Ja, wat, maar ja, nee, ik heb zo niks in jas. Ook hoor, liever. Ja, je bent wel gewend met de Westlaan. Ja. Die zat ook dag en nacht buiten op de wei. Ja, het hoort erbij Stro. In de sneeuw kan je altijd leuke spoor zoeken. Kijk. Weten jullie wat dit is? Laat het even weten. Ik weet het lekker wel. Bij de reacties. Madee weet het. Yeah. Ik wist het niet. Ik dacht, ik zei tegen Madee, wat is dit nou voor beest geweest? Wie heeft zulke poten? Maar het zijn alle 4 de poten in 1, toch? Ja. Maar er zit heel veel afstand tussen, hè? Want hij gaat van hier, gaat hij naar hier en verder. En wij hebben er lekker overheen gelopen. En er zit hier een paard mijn voerbakje uit te likken. Nou, ik heb inmiddels Madee weer eventjes afgezet en ik ben nu onderweg naar huis. Ik ga verder niets met de paarden doen vandaag. Ik doe het gewoon even lekker rustig aan en ze staan in het weiland en ja, volgens mij redden ze zich prima. Ja, dus dan ga ik deze vlog maar weer afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog als je het een leuke video vond. En als je nog niet hebt geabonneerd, dan niet vergeten, dan kan je dat nog eventjes doen hieronder. En hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doeg!